De Stichting Rozebuil Community Fund, RCF, financiert watervoorzienings- en elektriciteitsprojecten in Brokopondo. De stichting en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hebben op 15 februari financieringsovereenkomsten ondertekend voor het uitvoeren van een drietal projecten in de districten Brokopondo en Sipaliwini. Met de ondertekening van deze overeenkomsten zal er een aanvang worden gemaakt met het plaatsen van LED-straatverlichting in het district Brokopondo. Ook zal er in Sipaliwini worden gewerkt aan de duurzame verbetering van de drinkwatervoorziening en het elektrificatiesysteem in het Piking-Saramaka-gebied. De totale kosten zijn geraamd op $487.000 en de oplevering van de projecten is geprojecteerd voor het derde kwartaal van 2021. Het RCF zal zorg dragen voor $401.000 aan middelen en equipment. En het ministerie zal inkomen met arbeid, materiaal en logistieke ondersteuning tijdens de uitvoering. Hiervoor zullen vanuit NH de diensten watervoorziening en elektriciteitsvoorziening worden ingezet. Door verbetering en uitbreiding van de straatverlichting in het district Brokopondo wordt de veiligheid bevorderd en wordt er gewerkt aan energie-efficiëntie.